De kanten. Dus eerst de heer Rensen. Dan mag u straks weer verder gaan. Eerst de heer Rensen en dan de heer Verloon. Ik wil meneer Zandberg gewoon één inhoudelijke vraag stellen. Ik begrijp uw betoog en ik begrijp dat u begaan bent met inwoners. Maar wie houdt u voor de gek op het moment dat u een motie oplegt en vervolgens zegt dat die eigenlijk weinig inhoudt, want de wethouder zegt het al. Dus wat worden de inwoners dan beter van uw motie op dit moment? Duidelijk over en situatie. En de motie en wat de wethouder wil, op zijn manier. Ik vraag u, wat worden de inwoners beter van uw motie? Graag is duidelijk. Nou, dat in ieder geval de wethouder...